Ja, Carlien, we staan hier in Londen. Jullie beginnen morgen tegen Zuid-Korea. Ja, heb je er zin in? We hebben er heel veel zin in. Ja, nee, je voelt een goede energie in de groep. En we hebben hier al lang moeten wachten. Iedereen telt de dagen af tot het start. En andere landen beginnen vandaag al. Dus wij moeten al een dagje langer wachten. Dat is een beetje zuur, maar we hebben er super veel zin in. Ja, en jij loopt al een tijdje mee, hè, als we het zo kunnen zeggen. Wat voor herinneringen heb jij aan dit veld? Nou, niet per se goede herinneringen eigenlijk. Ik kan alleen eigenlijk wat mindere herinneringen ophalen. De Olympische Spelen van Londen was op een ander veld. Dus nee, het zijn wat mindere herinneringen. Dus het wordt tijd voor een goede herinnering, zou ik maar zeggen. Malou, ik vroeg net aan Carlien, wat voor herinneringen heb je aan dit veld? Bij jou nog geen herinneringen? Nee, dat klopt. Ik heb hier nog nooit gespeeld. Ik was er natuurlijk bij de Olympische Spelen 4 jaar geleden niet, of 6 jaar geleden niet bij. En ik heb eigenlijk nog nooit op dit veld gespeeld. Nog nooit in Londen een hockeywedstrijd gespeeld. Dus voor mij wordt dit de eerste keer. En zijn jullie al in het stadion geweest? Hoe ziet het eruit? Ja, we hebben gisteren onze eerste training gehad in het stadion. Redelijk laat. Maar het is echt gigagroot. Ze hebben aan één kant een soort flatgebouw erop gebouwd van tribunes. Dus het ziet er heel gaaf uit. Ik heb er veel zin in. Ja, het is echt onwijs groot. Aan één kant hebben ze zeg maar bovenop de normale tribune nog heel wat zitplaatsen bijgebouwd. Het ziet er heel gaaf uit, dus we kunnen niet wachten om daar te gaan spelen. Ja, het is voor mij inderdaad de eerste keer WK en er zijn best wel wat meiden die al een WK gespeeld hebben. Een WK is natuurlijk geweldig om te spelen, dus je voelt wel wat extra kriebels. Het is weer anders dan gewoon een HWL-toernooi, dus heel veel zin in. Van jullie starten tegen Zuid-Korea. Volgens mij hebben jullie er niet tegen geoefend, als ik het goed heb. Wat verwacht je van die ploeg? Nee, klopt. We hebben een tijdje geleden, ik heb World League 4. Nieuw-Zeeland hebben we tegen ze gespeeld. Maar het is natuurlijk een tijdje geleden. Zij zullen ook dingen hebben aangepast. Goede voorbereiding hebben gehad op de WK. Maar het is een Aziatisch land, dus die graven zich altijd wat meer in. Wat verdedigende gericht. Veel paaskracht vanuit achteruit. En we zullen denk ik geduld moeten hebben door moeten afwachten op onze kansen. Maar ik verwacht wel dat we goede resultaten tegen hun zullen halen. Ja, je zei net al, het mag wel beginnen. Hè? Andere landen beginnen nu al. Na die eerste wedstrijd hebben jullie 5 dagen vrij. Ja, hoe zorg je dat je in die WK-sfeer, in die flow blijft? Ja, dat is een beetje jammer. Alsof ze ons een beetje pesten met, je krijgt 1 wedstrijd, dan moet je naar weer rusten of wachten. Nee, we gaan, uiteindelijk, je gaat gewoon wel weer trainen. Dus, en ook best wel zwaar trainen, omdat je fysiek wel in een bepaald ritme moet blijven. Als je 5 dagen op je bed gaat liggen en dan weer moet spelen, dan denk ik niet dat je benen dan echt graag willen. Dus we gaan veel, we gaan ook wel gewoon trainen en een video kijken, analyseren. Dus je blijft wel een beetje in dat ritme. Ja, en die 5 rustdagen, hè, na die eerste wedstrijd, hoe gaan jullie die doorkomen? Zwaar trainen, zei Carlien al, is er ook nog tijd voor iets van ontspanning? Het is eigenlijk wel jammer dat we 5 dagen rust hebben na die eerste wedstrijd. Want ja, we kijken er allemaal naar uit om te starten en dan wil je eigenlijk meteen door. Volgens mij gaan we inderdaad wel doortrainen. En er staan nog wat andere dingen op het programma, maar daar zijn we nog niet helemaal van op de hoogte. Dus daar zijn we zelf ook erg benieuwd naar. Maar we willen ook voornamelijk in het ritme blijven, zodat we na die 4-5 dagen meteen weer kunnen knallen. Ja, het toernooi begint vandaag al. Hè? Gaan jullie vandaag ook naar het stadion al om te kijken of niet? Nee, we gaan niet naar het stadion. We gaan kijken of we het hier in het hotel ergens kunnen kijken. Want het is natuurlijk wel leuk om het te volgen en al wat wedstrijden te zien. En tegen Zuid-Korea, ja, hoeveel gaat het worden als je het nu moet zeggen? 3-0. Ik ga niet hetzelfde zeggen als Carlien, dus we gaan 4-1 winnen. Oké, we gaan het zien. Dankjewel. Yes, thanks.